Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze Impact Café. Vanavond gaan we het hebben over onze enorme ecologische voetafdruk. Vanavond hebben we drie gasten aan tafel. Aan de linkerkant zit Kees Klomp. Rechts van mij zit Maartje Bregman en ietsje verderop Norbert Schotten. Welkom. Laten we er een leuk gesprek van maken. Norbert, ik wil eigenlijk even met jou beginnen. Je noemt jezelf transitiemaker. Dat is een van de termen die ik tegenkom. Als ik jou vraag, waar ben je nou het meest trots op van wat je tot nu toe hebt bereikt? Wat noem je dan? God, je komt wel meteen met een vraag, Stefan. Ik denk dat ik vorig jaar de stap heb genomen om voor mezelf te beginnen. Een beetje in de diepte te springen. Ja. En echt helemaal te volgen van wat ik zelf wil doen, de energie die ik daarin heb. Te doen wat ik denk dat goed is. Ja, ja. Waar krijg je dan het meeste energie van? Ja, dat is dan ook weer een combinatie van dingen. Vorige week stond ik een presentatie te geven voor de woningcorporatiedag. En daar krijg ik energie van. Dat zal Kees ook en jij ook herkennen. Dat het geven van een presentatie, dan breng je energie. Maar krijg je des te meer energie terug. Dus dat vind ik geweldig. Maar tegelijkertijd krijg ik enorm veel energie van de beweging die er in de bouwsector gaande is. En die te kunnen aanzwengelen met alles wat we kunnen. Ja. Dat is heel leuk. Nou, die pakken we straks even goed beet. Kees, jij vervult meerdere rollen. Met welke rol maak jij het meeste impact, vind je zelf? Ik denk met mijn rol in het onderwijs. Als je gaat kijken naar businessonderwijs in Nederland in algemene zin, is eigenlijk zeker binnen het HBO de grootste groep studenten, meer dan 100.000 per jaar. En als we de mindset van die studenten kunnen veranderen en gericht kunnen laten zijn op meervoudige waardecreatie, dan kunnen we echt een enorme impact maken. Ja. Dus het feit dat ik daaraan mee mag werken, dat is iets wat mij heel dankbaar Dat maakt. Onderwijs heb ik straks ook nog wel wat vragen. Heel goed. Ik wil hem even rondmaken. Maatje, jij doet ook meerdere dingen. Als ik jou vraag, wat vind je het leukst om te doen? Radio maken, presentaties geven of een opiniestuk schrijven? Opiniestuk. Ik denk toch presentaties geven ook. Ja. Maar ook, ja, radio is ook een soort van presentatie. En eigenlijk is een opiniestuk je presentatie op papier schrijven. Dus eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Ja. Goed om te weten. Overshoot Day. Dat is een van de invalshoeken die we vanavond even beetpakken. Ik weet niet wie het beste een mooie uitleg kan geven aan Overshoot Day. Kees, kun jij dat... Leg dat eens uit in Jip en Janneke. Ik deed het op de radio. We hadden een challenge van gemaakt. We deden allebei een uitleg in 30 seconden. En wie dan de beste uitleg had, die had gewonnen. Wat was de beste? Wat was de beste? Ik weet niet wat je hebt gedaan. Zeg maar gewoon. Ja, het scheelt mij weer. Ik vind het precies. Ja? Doe maar. Ja, nou, ik vergelijk het altijd met weekboodschappen doen. helemaal in herhaling nu. Maar ik vergelijk het altijd met weekboodschappen doen. Maar dan niet voor een week, maar voor gewoon de rest van je leven. Dus je zet al die tassen met weekboodschappen in de garage. En dan mag je iedere week een tas met weekboodschappen pakken. Maar nu kom je er op dinsdagavond erachter dat je tas met weekboodschappen leeg is. Dus wat doe je? Nou, je pakt gewoon de volgende. Dat staat gewoon in de garage. Kan je gewoon pakken. Kom je er op vrijdagavond achter dat de volgende tas ook alweer leeg is. Dus je pakt weer de volgende. Nou ja, dat gaat de eerste 20 jaar gaat het goed. Misschien 30 als je geluk hebt. En dan op een gegeven moment is het gewoon helemaal alles op. En Earth Overshoot Day is eigenlijk dat we zoveel nemen van de aarde. Dat het nu nog wel goed gaat. En dat we nu gewoon kunnen pakken. En dat we niet echt doorhebben dat we pakken van toekomstige generaties. Maar op een gegeven moment komen we erachter dat er niks meer te pakken valt. Waarvan act? Ja. Ja, ik vind het een mooie uitleg. Ja, zeker. Ik vind hem prachtig. En de aanvulling is niet alleen van toekomstige generaties, maar ook van de mensen in andere continenten. Dat is een goede aanvulling. Ja, en wat ook nog wel eens helpt. Hè, want kijk, Earth Overshoot Day en ecologische voetafdruk heeft heel erg te maken ook met de Planetary Boundaries. En dat is het onderzoekswerk van Johan Rukström onder andere, van de Stockholm Resilience Center. Ja. En die hebben 9 planetaire grenzen geformuleerd. En dat zijn grenzen die wij niet moeten overschrijden als mensheid om ons voortbestaan in gevaar te brengen. En van die 9 kunnen we er ondertussen 7 met wetenschappelijke zekerheid meten en monitoren. En we weten ondertussen dat we van die 7 er 6 overschreden zijn. En wat wel af en toe helpt om dan hardop te zeggen, is dat betekent dus feitelijk dat we in 6 van de 7 gevallen actief meewerken aan onze uitsterving. Ja. Is minder gezellig, maar het is wel wat het is. Ja. Een van die 9 is ook chemische verontreinigingen.
En mij wordt wel eens gevraagd, maar wat is dat dan precies? En dan geef ik vaak aan, ja, helaas hebben we het mooie voorbeeld in Nederland van Tata Steel. Met de enorme uitstoot, kankerverwekkende stoffen. Dat je gewoon sneeuw in de winter hebt wat zwart is. Ja. Ja, mooi voorbeeld van chemische verontreiniging. En nog schrijnender, nou, jij vertelt net dat je net tante bent geworden 2 dagen geleden. Ik vader ben geworden 10 maanden geleden. Een heel treffend plaatje over Chemoer, Dordrecht. Met PFAS en dat kinderen, die baby's, die kinderen die borstvoeding drinken in die omgeving, tot 10 keer meer schadelijke PFAS-stoffen in zich krijgen dan de RIVM-richtlijnen voorschrijven. 10 keer meer, ja. Terwijl je borstvoeding geeft. Je denkt als moeder, denk je iets goeds te doen. Ja, meer natuurlijk kan niet. Het is echt ongekend. Mm. Nou, hoe mooi wil je het hebben qua chemische verontreiniging voorbeelden? Dus het is vrij concreet, terwijl het ook door mensen wordt beleefd als iets heel abstracts. Want ja, je merkt het eigenlijk niet, hè? Mooi dat je dat zegt, want hoe makkelijk je het ook omschrijft, blijkbaar is het nog niet makkelijk, want we doen er niks mee. Nee. Ja, omdat we denk ik het dus niet zien. Het lijkt gewoon alsof we maar elke keer kunnen uitputten. Het was niet opeens na 1 april dat er geen water meer uit de kraan kwam. Nee. Of dat er, whatever, er gebeurde niks. Dus het is ook helemaal niet tastbaar. En ik stond afgelopen weekend op de Impact Fair en op vrijdag was het Gen Z-dag. Er waren allemaal jongeren en die werden al dan niet gepusht vanuit school met een opdracht. Ga maar naar de Impact Fair. Studiepunten halen. Dus, nou ja, maar wij kregen wel de gelegenheid om met ze in gesprek te gaan. En op een gegeven moment vroeg ik aan een van die mensen die langsliepen van, wat vind je hier nou eigenlijk van? En toen, zo eerlijk als ze zijn, zei ja, het boeit me niet zoveel. Ik heb andere zorgen. Ik maak me zorgen over mijn huis, over of ik dat überhaupt wil kan kopen, eten. Nou ja, die had allerlei zorgen. Ze maakt zich ook heel erg zorgen over de oorlogen in de wereld. Ze zei, dat vind ik in haar hoofd was een veel groter probleem dan klimaat, want dat duurt nog veel te lang. Dus had ze zo, ja, maar ik moet me eerst focussen op deze problemen voordat ik me daarop kan. Klimaat duurt te lang. Lijkt. Wat was jouw antwoord naar die mensen toe? Ja, nou, ik moet zeggen dat het, als je in je eigen bubbel lekker zit en iedereen de urgentie van klimaat begrijpt, dan is het heel makkelijk om daarmee te praten. En ik vond het best wel een verfrissend perspectief. Ja? Dat ik dacht van, ja, dat is ook wel zo. En er was ook iemand anders, een jongen die ernaast stond. En die zei van, ja, ik wil gewoon lol hebben met mijn vrienden. Verder maakt me niets voor uit. Ik zei, okay, wat heb je nodig dan om lol te hebben? Ja, weet niet. Een huis, eten. En al die dingen die kunnen wel in gevaar komen door klimaat. Ze zei, oh, ja, dat realiseerde ik me eigenlijk niet. Ja. Wat was mijn antwoord? Mijn antwoorden waren denk ik meer vragen. Omdat je die kinderen wil je ook niet super bang naar huis sturen. Want we komen juist op de Impact Fair om daar weet je wel, inspiratie op te doen. Maar ik dacht wel, het is wel goed om dit soort vragen te blijven stellen. En dat ze ook die vragen weer meenemen naar hun ouders of andere vrienden. Om dat gesprek toch wel weer een beetje te laten gaan. Absoluut. Tegelijkertijd vanuit, kijk, ik ben zeker daar geen expert in. Maar het is ook wel weer uitlegbaar vanuit het brein. Hè? Dus dat het puberbrein is gewoon veel meer bezig met korte termijn dan met lange termijn. Dus het is ook wel weer uitlegbaar natuurlijk dat zij zich focussen op de zorg van nu. En des te meer de verantwoordelijkheid voor ons, de mensen die als het goed is wat meer over de langere termijn nadenken, om meer actie te hebben. Ja, ik denk alleen wat Maartje heeft gedaan, dat doen wij ook heel veel met studenten. Hè, dat als je gesprekken voert, dan lijkt het in eerste instantie extreem materialistisch en oppervlakkig. Heel erg egocentrisch. Maar het heeft echt niet heel veel effort nodig om onder die laag te komen. En dan zie je dat ze eigenlijk allemaal veiligheid zoeken en zekerheid. En het feit dat ze zo aan het worstelen zijn, echt heeft te maken met het feit dat ze ook echt aanvoelen dat het steeds onzekerder en onveiliger is. Het is niet voor niets dat 51% van de studenten met psychische problemen kampt. En of zelfs antidepressiva slikt. Het zijn gigantische aantallen. En hoe doe jij dat dan, Kees? Met jouw studenten? Is het ook doorvragen, vragen stellen? Ja, gewoon doorvragen. Doorvragen, doorvragen, doorvragen. Continu die waarom-vraag stellen. En dan kom je eigenlijk, want dat is waar ik met betekenis-economie ook continu gebruik van probeer te maken. Door te zeggen, economie lijkt te gaan over materiële zaken. Maar dat gaat het helemaal niet. Dat gaat over existentiële zaken. Het gaat over ten diepste mens zijn. Mensen zoeken in materie, in spullen, allerlei zaken die helemaal niks met spullen te maken hebben. Veiligheid, sociale status, allemaal dat soort dingen. Die projecteren we op spullen. Ja. Mm. En relaties. En relaties. Alles wordt geprojecteerd. Dat zijn dingen die we als mens ten diepste zoeken. De allerdiepste drijfveren die we hebben.
En ja, er is een hele economie op gecreëerd die ons doet geloven dat we dat kunnen consumeren met spullen. Om de vraag van Norbert nog concreter te maken, hoe doe je dat? Ga je echt in gesprek, colleges, nodigt mensen uit, hoe ga je te werk? Nou, kijk, het belangrijkste wat we proberen te doen met dat programma Agency waar wij mee bezig zijn bij Windersheim, is vooral studenten vragen te stellen. En dat is al een wereld van verschil. Studenten geven aan van, hey, dit is interessant. Er is een keer iemand die mij wat vraagt. Mm-hmm. Dus ik zit niet in de klas als een object wat gevuld moet worden met cognitie. Want dat is wat een student in essentie is. De rol van een student is luisteren naar wat een docentje te vertellen heeft. Ja, precies, want dat ga je toetsen. Ja. Maar alleen het feit dat je ze gewoon vraagt. Wat vind jij belangrijk? Waar ben je bang voor? Ja. Wat hoop je? Wat zijn je dromen? Het wordt eigenlijk nooit gevraagd. En het interessante is, als je alleen al begint met die vraag te stellen, krijg je hele openhartige, eerlijke antwoorden. Echt waar. Het is gewoon een erkennen dat je een gelijkwaardige relatie hebt. Wat jij in feite ook in de praktijk doet, volgens mij. Toch? Zoals bij die Impact Fair ga je ook mensen vragen. Hoe zit dat bij de bouwsector? Kun je dan ook op dat level... Nou, ik wilde net zeggen, eigenlijk is het jammer dat we op een bepaalde leeftijd dan daarmee gaan stoppen of zo. Ja, is het ook. Ben helemaal eens. Dus ik zit even te reflecteren. Als ik vind het mooi dat je dan met studenten dus dat gesprek voert en ze niet zien als een object waar je cognitie in gaat vullen, dat wordt mooi gezegd. Maar ze verlaten de school en jij hebt je best gedaan, een goede gesprek gevoerd, een goede vraag gesteld. En dan komen ze in de bouw. Ja. En dan gaan wij ze toch ook alweer, zeg maar even in het bestaande systeem dat we kennen, gaan wij ze meenemen. En dan wordt vragen stellen. Ik geef vaak presentaties en dan zeg ik van... onze bouwcultuur is heel naar binnen gekeerd. Risico management, geld gedreven, masculien. En fouten maken. Maar er wordt niet echt geduld. En dan vraag ik ook van, is die iemand niet mee eens? Maar eigenlijk is er nooit iemand niet mee eens, omdat dit is de bouwcultuur. Dus dan komen er hartstikke enthousiaste studenten. Ja, en die even hardgesteld knuppelen wij neer met de huidige bouwcultuur. En wat is jouw rol om die toch enigszins... Ja, ik wist dat er ging komen. Ja, maar hoe doe je dat? Hoe ga je te werk? Of hoe zou je het willen doen? Hoe zou je voor je zien dat als die studenten binnenkomen, dat ze wel, zeg maar, behandeld zouden worden? Ja, ik zal allebei de vraag proberen te beantwoorden. Wat ik probeer te doen is in elk geval niet zelf in die valkuil te trappen. Dus open te blijven staan voor de ideeën vanuit anderen. En niet alleen jongeren, want het gaat ook over zij-instromers. Daar gaat het net zo hard voor. Dus in elk geval zelf niet in die valkuil trappen. En deze blinde vlek in de sector proberen, zeg maar even, te openbaren, te agenderen. Dus deze bouwcultuurdiscussie is voor Intimi niet nieuw. Maar voor 99% van de sector is dit echt een mindfuck. Van, ho, wacht even. Hier wordt wel iets raaks gezegd. En wat is eigenlijk mijn rol hierin? Dus die spiegeling, dat vind ik een belangrijke wat ik daarin kan doen. Wat ik mooi vind is, ik ben vorige week, ik zei het net al even, bij de Slimme Huizenfabriek geweest van Plegvols en Almelo. En ik denk dat die directeur Theo Opdam, dat wel een mooi voorbeeld is van hoe ik zou willen dat het is. Dus iemand die zelf eigenlijk, niet redelijk laat voor hem als persoon, maar hij is erachter gekomen van, ik heb een rol te spelen in deze transitie. En dus ik heb mijn fossiele auto weggedaan, want het voelt niet goed meer. Dus ik ben elektrisch gaan rijden. Ik heb enorm veel geïnvesteerd in deze fabriek, omdat ik weet dat het die kant op moet en dat ik mensen daarin moet meenemen. En hij liep in die fabriek en dat zijn mensen die normaal gesproken met hun handen gewoon door vlees zitten. Hè? Dus die zitten gewoon in de vleesindustrie. En die werken nu aan de bouw, aan sandwichpanelen en dergelijke. Ja, prachtig om te zien dat hij niet alleen door die fabriek loopt als baasje, als directeur, maar mensen hem gewoon kennen bij naam. En dat hij even langs loopt. En ik was er niet bij, maar ik stel me zo voor. Hey Piet, hoe is het? Hoe gaat het vandaag? Dat is mooi. Dan ben je een directeur die levelt op alle niveaus. In plaats van iemand die top-down beslist. Dat is wat mij betreft uit de tijd. Ja, de hiërarchische vormen. Ja, ja. Ja. En zo leren mensen ook, hè, trouwens, wat jij nu net omschrijft. Ik heb veel mogen leren de afgelopen periode van Gert Biesta, pedagoog. En een van de dingen is dat wij, ook als je kinderen op gaat voeden... Ik heb een notitieblokje klaar. Zeg maar. Dat je het idee hebt dat je allerlei verbaal, allerlei wijsheid moet. Hè? Dus ook je kinderen zijn voor een deel die scholieren, studenten die je met cognitie vult. Ik bedoel, I've been there, hè? Ik heb twee volwassen dochters, dus ik heb dit ook gedaan.
Maar wat ik van Gert Biesta heb geleerd, van joh, daar kan je echt mee stoppen. Kinderen kijken naar gedrag. Dus jij kan van alles beleiden met je mond. Maar als jij het gedrag niet vertoont, waarbij het, dan ga je dat terugzien in je kinderen. Mm. En dat is dus ook een hele belangrijke nieuwe taak. Of nieuwe taak, het is helemaal geen nieuwe taak. Maar het is wel een nieuw bewustzijn, ook voor je taak als docent. Dat je het paradigma bent, het nieuwe paradigma. Dus niet alleen maar het beleiden met je mond en zeggen, nou, we zullen vandaag eens even 25 nieuwe duurzame businessmodellen behandelen. Maar die kids kijken veel meer naar jou, hoe jij bent. Of je het bezielt, of je het belichaamt. En als je dat echt doet, ja, ik merk het echt dagelijks, is het echt totaal niet ingewikkeld om enthousiasme te creëren. En soms is enthousiasme ook verpakt als weerstand. Dus soms is het ook echt super zwaar en heftig en anti. Maar ik ben zelf altijd gek op weerstand, want weerstand is energie. Ja. Dus als die studenten dan enorm in opstand komen, dan dank ik ze. En dat vinden ze heel raar. Van, wat doe je nou? Ik ben je moeilijk aan het maken. Ja te gek! Ja. En dan gebeurt er meteen. Ja. Ja, dus je gedrag, mooie les, is ontzettend belangrijk. Ja. Kost dat ook heel veel tijd? Als we het dan toch over transities hebben. Qua leeftijd zit ik er een beetje tussenin, denk ik. Maatje is de jongste. Maar hoeveel tijd kost dat om die ontwikkeling zodanig te maken dat het voor mijn kinderen, ik heb er eentje van 13 en eentje van 8, dat het bijna normaal is om dingen anders te doen dan 20 jaar geleden? Poeh. Geen idee eigenlijk hoe dat. Op individueel niveau weet ik het ook niet. Maar even in grote lijnen qua transities gaan er gewoon decennia overheen natuurlijk. Het is gewoon decennia. Grootschalige maatschappelijke veranderingen die echt diep geworteld zijn en onomkeerbaar zijn. Die creëer je niet in 5 jaar. Maar maakt het dat het ook niet extra lastig? Jij hebt het net over de huidige generatie die zoveel problemen kent. Mm. Ja, dat moeten we daar dan doorheen? Of? Nou, ik denk wel wat jij net ook zei, is dat voorbeeldgedrag vertonen is op individueel niveau is dat natuurlijk heel klein. Dus als ik iets laat zien en een vriendin van mij die gaat dat nadoen omdat ze dat tof vindt of whatever, dan heb je natuurlijk 1-op-1 spiegeling. Maar wat wij proberen met het tijdschrift is eigenlijk aan duizenden, tienduizenden mensen al die spiegels te laten zien. Dus we laten daar mensen zien, we interviewen mensen, we vertellen verhalen over hoe mensen andere keuzes maken. En dat is eigenlijk, nu je het zegt, denk ik, ja, dat is precies wat wij eigenlijk in de praktijk doen. Is het voorbeeldgedrag laten zien zonder ze te zeggen, dit is wat je moet doen, dit is de beste keuze. Want zo zwart-wit is het niet, zeker niet met klimaat. Het is zo'n groot complex probleem. Maar er zijn heel veel verschillende oplossingen. En als we daar dan een soort van voorbeeldgedrag van zien, dan denken we, oh, misschien kan het ook wel op deze manier. Misschien kan het ook wel op deze manier. Dus dan denk ik vooral van, laten we het vooral tegen heel veel mensen zeggen en aan heel veel mensen laten zien. Het voorbeeld zijn en dan, Want dat is het, spiegelen. Want je hebt het over de Happy Times magazine. Ja. Dat is een initiatief dat jij bent gestart juist vanwege dit idee, zeg maar. Ja, ik merkte gewoon dat ik zag alle problemen, de urgentie. En dat werd groot op de traditionele media, tv, op social media. Kwam het allemaal super groot naar voren wat er nou aan de hand was. Zeespiegelstijging, ijsberen op kleine plaatsen. En toen dacht ik alleen maar, dit kan niet het enige zijn. Ik wil niet dat dit het enige verhaal is wat ik te horen krijg. Ik wil oplossingen. Ik ben jong, weet je wel. En je maakt plannen voor 2030 of 2050. Dan ben ik 50, weet je wel. En dan wat? Is het dan klaar? Ja. Dus toen dacht ik, ga gewoon op zoek. Al is het maar om mijn eigen gemoedstoestand terug te krijgen. Ik ga er goed voor zitten, maar hier ga ik op aan, hoor. Dit soort initiatieven. Ik dacht gewoon, dit kan niet. Dus ik ging op zoek naar, gebeurt er dan iets? Nou, en toen ging er een soort van deur. We hadden het net al de heenweg hier al naartoe even over. En als je dan ziet wat er allemaal gebeurt, hoeveel mensen zich ofwel op hele kleine schaal of op hele grote schaal inzetten voor duurzaamheid, dat was zo insane. En toen dacht ik, dit moet laten zien worden. Ja. Ja, de urgentie is superbelangrijk. We moeten allemaal weten wat de staat van het klimaat is. Maar ik denk dat het minstens net zo belangrijk is om te laten zien, wat kunnen we er dan aan doen? En waar kan je aan bijdragen? Hoe ga je dan om met het huidige, ik noem het maar even, mediasysteem, dat de koppensnellers, de kliks van negatieve media, zeg maar negatieve berichten, scoren beter dan positieve media. Zo is het huidige systeem. Ja. Jij probeert zeg maar daar iets naast te creëren, maar niet zozeer naast het bestaande systeem, maar als voorbeeld zeg maar even, om positieve signalen de wereld in te sturen, noem ik maar even. Ja. Maar hoe zie je dat, op welke manier zou je dat systeem dan te lijf willen gaan? Ja.
Ja, nou dat is... We zijn als mensen hebben een negativity bias. Ja. Dus we gaan heel erg aan op die negativiteit. En dat zijn we heel nieuwsgierig naar. Ramptoerist is natuurlijk een bekend begrip. Dus dat is gewoon hoe het werkt. Maar die rampen en die negatieve dingen, die mogen er ook zijn. Maar het is vooral het kopje en dan wat. Dus, ja, maar dus ik ben het er nog niet helemaal mee. Sorry, ik onderbreek. Het is leuk, hè, maar spiegel. Ik vind niet dat het er mag zijn. In die zin dat de negativity bias, ja, dat is een begrip wat mag er zijn. Maar de manier waarop de media er gebruik van maakt, ja, en er geld aan verdient door dat te gebruiken, ja, om ervoor advertentiekosten eraan te verlenen, dat is een systeem waarvan we eigenlijk niet zouden moeten zeggen, ja, het is nu eenmaal zo. Ja, dat is precies het tweede deel van wat ik wou zeggen, is dat daar ben ik nu een soort van kaart tegenaan aan het schoppen. Okay. En wat ik eigenlijk een soort van activistische vorm op LinkedIn vooral doe, is dan maak ik een screenshot van een nieuwsbericht. En dan streep ik daar dingen door en zet ik nieuwe dingen hoe ik had gewild dat ze het erop hadden gezet. Waarbij dan inderdaad wordt gefocust, als het alleen maar gaat over het gaat zo slecht, dan hebben mensen iets van, oh, laat maar zitten, of ik heb er geen, kan daar niks meer mee, of het gaat de verkeerde kant op. En worden ze daardoor ook gestimuleerd, want het gaat vaak over de meeste mensen eten nog vlees. Of het wordt heel erg gedaan alsof de massa niet duurzaam gedrag vertoont. En ik vind dat je als media de rol hebt om te laten zien dat duurzaam gedrag de norm moet worden. En dat we dat veel meer moeten stimuleren. Dus moet je daar ook in je koppen op letten. Dat je daarmee, dus mensen lezen vaak alleen maar de kop en misschien de eerste paar alinea's. In die stukken moet eigenlijk staan van, we zouden willen dat we met z'n allen meer dit gaan doen. Ja. Of het is beter als we, nou ja, dat je daar echt die verantwoordelijkheid neemt als mediamaker om mensen te stimuleren om duurzamer gedrag te vertonen. Ja, omdat we allemaal vanuit die stories opereren. Hè? Dus wat jij agendeert is echt heel erg waar. Ik bedoel, het lijkt allemaal onschuldig, maar het is het helemaal niet, omdat ze creëren de geloofssystemen van waaruit we opereren. Ja. Dus het is echt, we moeten die geloofssystemen ter discussie stellen. Dat vind ik ook het ontzettend knappe van wat Maartje doet. Want je noemde net twee keer het woord voorbeeld, maar ik noem wat Maartje doet voorleverschap in plaats van voorbeeldschap. En het lijkt spelen met woorden, maar het is eigenlijk heel belangrijk. Voorlevers. Ja, dus ik vind de mensen en initiatieven zoals Maartje die presenteert voorbeelden van voorlevers. En het verschil tussen een voorlever en een voorbeeld is, voorbeelden zijn vaak mensen die gedrag vertonen waar je naar kunt aspireren. Mm-hmm. Maar iets wat je in principe wel wilt bereiken, maar nog niet per definitie kunt bereiken. Dus voorbeelden staan vaak op een podium. Die staan vaak verheven. En dat heeft, begrijp me niet verkeerd, hè? Dat heeft hele positieve kant. Hè? Dus mm-hmm. Finn is Ronaldo een voorbeeld. En hij gaat nooit Ronaldo worden, maar het zorgt er wel voor dat hij elke middag met een bal naar het schoolplein gaat om te oefenen. Dus voorbeelden zijn goed. Mm-hmm. Maar volgens mij wat we in de transitiebeweging nodig hebben, zijn mensen die gedrag vertonen waarvan je bij jezelf herkent van, hey, dit is helemaal niet zo bijzonder. Deze persoon is helemaal niet een uitzonderlijk soort mens die iets kan wat... We kunnen niet allemaal de Dalai Lama worden, om het maar zo te zeggen. Dus je kunt de Dalai Lama wel als een voorbeeld hebben, maar de kans dat je hem wordt is vrij klein. En ik vind zo knap wat Maartje doet, is dat ze gewoon die mensen laat zien die gewoon de situatie hebben omarmd zoals die is. En gewoon het beste doen om er het beste van proberen te maken. En dat zijn voorlevers. Dus voorlevers zijn mensen die niet bijzonder zijn en daarom navolging krijgen, maar vooral eigenlijk heel gewoon. Alleen de kunst is, en dat is echt een kunst, is op het moment dat je als voorlever dogmatisch begint te worden, dus bijvoorbeeld je past je dieet aan, je wordt veganistisch of je begint een veganistisch restaurant en vervolgens ga je zeggen dat alle vleeseters dom zijn, dan ga je dat is contraproductief. Dan gaat het contraproductief worden. Dus op het moment dat je je gewoon kunt inhouden en gewoon het gedrag kunt vertonen wat de goede kant op beweegt, dan toont ook de wetenschap aan dat je dat het navolging krijgt. Ja, en dat is het mooie wat jij net even noemde over, zeg maar, dat van jou en je vriendin, hè, even fictief voorbeeld, maar dat als jij een ander gedrag laat zien, dat je vriendin op een gegeven moment ook een ander gedrag gaat laten zien. En daar heeft, god weet hij ook weer, Damon Centula, het boek Change, How to Make Big Things Happen. Ja, briljant. Daar is ook, zeg maar, die 25% kantelpunt, social tipping point op gestoeld. Ja. En die geeft eigenlijk aan, niet alleen hij, maar het boek Regeneration, die schrijver, alleen die naam ben ik echt even vergeten. Paul Hawken, dankjewel. die zegt ook, ja, maar elke verandering begint met één persoon. Net als dat elk organisme is begonnen met één cel. Ja. Dus de,
de beweging met elkaar. Eigenlijk het effect van ons eigen handelen en de illusie van machteloosheid, hè, zoals die promovendi in Rotterdam heeft onderzocht. Dat is super inspirerend. Want dat is juist de boodschap van jouw verandering kan er wel degelijk toe bijdragen dat we net over zo'n social tipping point kunnen komen en een grootschalige verandering optreedt. Ik wil hem dan ook heel graag in dat positieve doortrekken. Want dan denk ik, zoals jij dat nu zegt en jij hem nu vastpakt, is het eigenlijk ook wel een hele mooie tijd voor jou om juist in de bouwsector actief te mogen zijn. Het is waanzinnig. Het is echt waanzinnig. Ja. Ik zit vanmorgen in ik heb er een bloedhekel aan dat soort woorden, maar een bestuursoverleg bij het BZK, het ministerie, met de houten methode van de andere brancheorganisaties. En ik vertegenwoordig de koplopers uit de bouw dan. En het rondje ging helemaal rond. Ik was als laatste en ik vertelde daar ook dat ik oprecht hoopvol ben en enthousiast ben over het feit dat er in deze Kamer zo diep op een inhoudelijk duurzaamheidsthema wordt gesproken. Omdat 5 jaar geleden al die brancheorganisaties, nou, die hadden daar 1 nog geen weet van. En 2 als aanstellingnamen was het de verkeerde kant op. En nu, vanmorgen vroeg, heb ik een tegenvoorstel gedaan op BZK. 90% van de partijen aan tafel ondersteunen het voorstel. Ja. Dus het is prachtig qua beweging die er is. Hoe je mensen kunt helpen. De intrinsieke motivatie en de breedte van de sector. Het is echt waanzinnig. Ik wil ook heel graag, voorbeeld heeft nu misschien een iets andere betekenis voor mij gekregen. Maar ik wil ook graag wat mooie, waar gaan jullie op aan? Ik bedoel, in het Happy Times magazine, wat zijn nou, want er zijn ongetwijfeld wereldwijd voorbeelden hoe het ook kan. Kunnen jullie wat voorbeelden noemen waarvan je denkt, ja, maar die moeten we even delen? Ja, dan kijk je mij aan. Ja, je kijkt op magazine vol. Ja, ik heb een ik dacht ook. Ik kan ook anders stellen, waar krijg jij juist heel veel energie van? Waar ga je op aan? Ik vind vooral het toffe, kijk, er zijn superveel kleine concrete voorbeelden. Van mensen die hun baan opzeggen en een tuinder worden om biologische planten, inheemse planten en eetbare planten ook vooral zeg maar weer te gaan verkopen. Tot het planten van een soort van zeewier skeletten om weer bodemleven terug te krijgen in de oceanen. Maar ik vind het vooral het toffe eraan dat er op zoveel verschillende manieren, jij spreekt zo gepassioneerd over de bouw en bij jou gaat helemaal je ogen stralen zeg maar als je het over die kids op school hebt. En dat vind ik zo tof. Dat iedereen, het maakt ook niet uit. Duurzaamheid is letterlijk overal. Ja. Dus waar jij ook passie voor hebt, je kan het inzetten om op dat specifieke gebied te verduurzamen en bij te dragen aan die mooiere wereld die we met z'n allen willen creëren. En dat vind ik zo tof. Er zijn gewoon geen limieten eigenlijk. Nee. Je kan gewoon jouw stukje kiezen waar jij heel veel passie voor hebt. Is dat fashion, is dat voeding, is dat economie? Dan ga daarmee aan de slag en ga dat doen. En de tijdschrift en ook de radioshow zitten vol met allemaal mensen die dat hebben gevonden. Die hun passie hebben gevonden en die daar dan zo over spreken. We hadden een paar weken geleden Kiki Boreel in de uitzending. Was topmodel en doet nu alleen maar voor duurzame bedrijven modellenwerk. En ze vertelde een stukje over hoe het eerst ging. Hoe wij het glamoureuze modellenleven vaak voor ons zien. En zij vertelde eigenlijk, je zag gewoon dat ze daar niet blij van werd. En toen vertelde ze over wat ze nu doet. En dat ze dan op de set stond met de makers. En ook echt de mensen die het letterlijk genaaid hebben. Die het dan droegen. En haar ogen, dat was gewoon iets anders. Die twinkeling. En dat ik zag er wat filmpjes voorbij komen. Zoals je het nu vertelt, zo kwam het ook echt over. Dat is wanneer zin betekenis optreedt. Dan raak je een laag aan die veel dieper gaat dan alleen werk is een manier om inkomen te verkrijgen. Ja. Dat verandert helemaal op het moment dat je iets doet waarvan je weet ten diepste dat het van betekenis is. Ja. Ja. Ik vind zelf, er zijn talloze ontwikkelingen waar je het over kunt hebben. Maar wat mij vooral enorm aanspreekt, en dat is ook een beetje het verlengde van waar we het hier ook even gehad. Ik word ontzettend enthousiast van de commons-beweging. Dus er wordt namelijk net gedaan alsof heel veel burgers het allemaal wel oké vinden en zich erbij neerleggen en redelijk
onverschillig zijn ten opzichte van alles wat er in de wereld gebeurt. Alleen de cijfers laten iets heel anders zien. De cijfers laten zien dat er onvoorstelbaar veel burgerinitiatieven zijn, waarin burgers gewoon besluiten om de regie in handen te nemen. Niet langer te wachten op de staat, niet langer te wachten op de markt, maar gewoon via de meent hetzelfde gaan organiseren. Energiecoöperaties, voedselcoöperaties, wijkbedrijven. En ik vind dat echt waanzinnig hoopgevend. Hè. Dat is echt, nou, laten we zeggen, de antidote van de illusie van machteloosheid. Mensen die gewoon zeggen, dit is mijn leefomgeving. En ik ga me daarover ontfermen. En wat blijkt dan? Dat heel veel van de dingen waarvan we het gevoel hebben dat we het niet kunnen regelen, die kunnen we echt helemaal zelf regelen. Daar hebben we niemand voor nodig. Geen staat, geen markt, geen bedrijven kunnen we zelf. Ja. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke ontwikkeling is. Ja, om het rondje af te maken. Ik zie dus, ik ben niet zozeer anti-staat, omdat ik, we hadden het natuurlijk net in het voorgesprek even over, omdat ik ook daar een mooie beweging zie. En om heel praktisch te maken, en ik leg toch weer even de lat naar de bouw, is dat wij als bouwsector zijn we ontzettend vervuilend. En om het heel concreet te maken, een gemiddelde eensgezinswoning die wordt gebouwd met traditionele materialen zoals beton, baksteen en staal. Moet je denken aan een CO2-uitstoot wat gelijk staat aan 333 vliegenuren, oftewel 41 lange afstandsvluchten. Dus ik zei gekscherend tegen mijn vriendin, als ik nou een woning in hout zou kopen, mag ik dan 41 lange afstandsvluchten gaan doen? Maar zo werkte het niet. Je kan het altijd proberen. Maar het mooie wat ik nu in de bouwsector zie, is dat we over onze eigen grenzen heen stappen en ook naar de landbouw gaan. Dus boeren die in een systeem zitten wat vastgelopen is, samen met de industrie, verwerkende partijen en de bouw die ook in een vastgelopen systeem werkt, niet alleen maar als marktpartijen met elkaar opzoeken en op een andere manier gaan bouwen, gaan vertelen, gaan verbouwen. Hè, dus echt gewassen op het land die we vervolgens gaan toepassen in de bouw. Dat is waanzinnig als verhaal. Maar dat er vier ministeries zijn die dit volledig omarmen. Ja. Van vorige week een commissiedebat en Hugo de Jonge die zit daar vol bravoure en enthousiasme te vertellen over als je Piet Adema van LNV hier ook nog bij had gezeten. Vivianne Heijnen van INW zat naast hem. Dan had je drie bewindslieden die zo enthousiast zijn, het is bijna een hobby van ons. Ja, echt waar. Ja, en dat is mooi, ja, dat is dus de staat juist een ondersteuner is van deze transitie. En dan weet je met elkaar echt wel behoorlijke kracht hebben. Ja, en ook daar weer die lagen van zin, dat ze voelen van dit gaat ergens over. Zeker. Ja, en als ik daar nog op mag aanvullen, dat gaat dan ook over, het gaat niet meer heel over is het wel of niet mogelijk, of dat kan niet, of daar hebben we geen geld voor, of dat is moeilijk. Maar het gaat over welke kansen zijn er en waar zien we mogelijkheden om dingen te doen buiten de getekende kaders die er altijd waren. En misschien nu omdat we daartoe geforceerd worden, maar dat denken out of the box, maar dan keer 20, zeg maar. Dat is denk ik precies waar we nu ook de oplossingen moeten gaan zoeken. Dus dat is super tof als je dat ook juist met de staat, zoals je dat noemde, kan gaan doen. Want zeker, we hebben iedereen daarbij nodig. En dit is nog echt een meerjarenplan, hè? Want ja, er zijn bouwers, ontwikkelaars, beleggers, corporaties. Iedereen heeft het ook nog over geld, over certificeringen. Allerlei praktische terechte ook vragen en belemmeringen. Maar de beweging is de juiste. Dus de koers die is ingezet, de snelheid moet nog sneller. Maar de koers is ingezet met een heel breed en diep draagvlak. Breed en diep draagvlak. Ja, ja, voor alle duidelijkheid. Ik ben niet anti-staat en anti-bedrijven. Wel kritisch. Dat moeten we zeker zijn. Ja, zeker. Nee, maar ik zal zijn naam niet noemen, omdat ik niet zeker weet of hij het leuk vindt om genoemd te worden. Maar ik zat vorige week hadden wij bij Windersheim een bijeenkomst die draaide over MKB hier in Zwolle en omgeving. En daar was een ondernemer die zichzelf eigenlijk helemaal opnieuw was aan het uitvinden. Als niet zozeer alleen als een duurzaam ondernemer, maar ook als een regeneratief ondernemer. En wat ik zo mooi vond, hij vertelde hoe dat het hele bedrijf had geenthousiasmeerd. Omdat ze zeiden van ja, het is zoveel interessanter geworden om te ondernemen. Want vroeger ging het eigenlijk alleen maar, je hebt kosten en je hebt baten. En dat was het. Ja. En hij zei, nu heb je dus opeens die twee simpele balans, die zijn niet meer simpel. Die zijn opgebouwd uit 10 verschillende balansen. En het feit dat je over alles mag nadenken, creëert zoveel meer spanning. Het wordt zoveel meer interessanter om gewoon een producent te zijn. Want hij maakte gewoon een ding, een product. En ik vind dat ook een mooi beeld. En dat hoor ik ook vaak. Dat ondernemers die dit omarmen, niet vanuit moeten, maar omdat ze willen ontdekken, dat het gewoon veel interessanter is. Omdat er veel meer van je gevraagd wordt als je vanuit integrale waarden gaat denken. Ja. Eigenlijk dat gevoel, hè, wat opborrelt, wat
in elk geval bij mij ook opborrelt als ik zo met jullie zit te praten. Dat gevoel wat die ondernemers dus ook hebben, dat gun je eigenlijk ook andere ondernemers die nog wel gewoon puur op cashflow zitten. Ja. Ja, prachtig. Ja, is het, het grappige was ook dat ik heb dus fysiotherapie gestudeerd. Ik zei net ook al tegen jullie. En toen, ik had ook al op Instagram een platform en ik deed wat op LinkedIn. Ik had een beetje een nieuwsbriefje gestart, maar ik dacht nee, ik wil echt iets neerzetten. En toen dacht ik ga gewoon een tijdschrift maken. Nog nooit bladenmaker geweest, geen journalistieke achtergrond. Maar ik dacht, ach, ik moet dat wel kunnen, hoe moeilijk kan het zijn? En heel erg juist met die mentaliteit en ook al meteen van... Duurzaamheid is echt mijn kernwaarde. Dus het moet een duurzaam tijdschrift zijn. Het liefst circulair, maar in elk geval veel beter dan alle anderen. En dan, omdat je er dus niet zo middenin zit... kende ik totaal niet al die regels. Ik wist de prijzen niet wat het was. Ik wist niet wat de normale standaarden waren. Dus ik ben gewoon met mensen in contact gekomen. Ik ben mensen gaan bellen. Ik zei, oké, wie moet ik hebben? Ik wil anders papier. Ik wil zonder bomen. Nou, oké, dan moet je met die bellen. En die verwees me weer door naar die. En die verwees me weer door naar die. En ik had ondertussen superveel mooie gesprekken met allemaal pioniers uit het vak. Die mij allemaal vertelden van, nou, dat kan je zo doen, dat kan je zo doen. En omdat ik oprecht nieuwsgierig was, kreeg ik superveel... ideeën en mensen maakten tijd voor me om me te helpen. En ik denk, met die instelling kan je zoveel meer bereiken dan het moet aan de balans links en rechts kloppen, zeg maar. Dat het veel meer die diepgang krijgt om echt waarde toe te voegen. Ja. En dat is ook... Kijk, uiteindelijk is het gewoon een BV en een economie en moet het een winst... Maar er zit voor dat, zit daar een heel gedachtepatroon achter en echt hele andere dingen. Dus ik denk dat... Dat is ook wel echt heel tof, vanuit die nieuwsgierigheid. Ja, en die gedachtegang, maar die gun ik dan ook iedereen. En dat zal dan wel... Niet iedereen denkt op die manier. Dus dat moet ook richting het normale. Maar goed, ik wil richting het einde, want we lopen nu alweer uit. Heel goed. Echt nu al? Ja, nu al. Heb ik nog wel een paar vragen. Want het haakje is natuurlijk Overshoot Day. We hebben al een heleboel mooie voorbeelden genoemd. Als jullie toch nog één ding zouden kunnen noemen om die dag toch in plaats van dat die eerder komt verder van ons af. Wat zou je nog willen benoemen? Nou ja, ik denk dat over degrowth wordt altijd heel ingewikkeld gedaan. Hè? Dus economische krimp. Juist. Maar ik denk dat degrowth een enorm groot goed kan zijn. Hè? Want als we degrowth blijven pitchen en blijven framen vanuit het huidige frame, associëren we het wordt allemaal minder. Ja. Want we gaan inleveren op tijd die we werken. Dus we krijgen minder salaris, minder productie, consumptie. Maar ik denk dat we ook zouden kunnen focussen op wat we ervoor terugkrijgen. En wat we ervoor terugkrijgen is meer vrije tijd, meer kwaliteit om door te brengen met je gezinnen, met goede kwaliteit vrienden. Kwaliteit van leven. En dat geldt voor heel veel dingen. Hè. Dus ook als je mensen die gestopt zijn met vliegen zullen beamen tot reizen met de trein eigenlijk een enorm groot genoegen is. Ik denk dat daar ook een interessante zit dat we ook dit is een verhaal. Waar we gewend van zijn om het te framen op de manier waarop we het framen. En die frame is altijd negatief. Mm. Dus de economie moet groeien, want... En het is gewoon empirisch gezien ook gewoon onzin. De economie hoeft helemaal niet te groeien. Ja. Dus ik denk dat we ook de kwaliteiten van minder, consuminderen, groter zouden kunnen maken. Ja. Want die zijn groot. Die zijn echt heel groot en positief. Ja, hoewel ik je volg, moeten we echt aan onze taal werken. Ja. Qua degrowth... Dan gaan we de massa niet meer krijgen als het al begint. En consuminderen ook niet. Dus ik volg je, Kees, maar onze taal is een belangrijk ding. Dus dat is een uitdaging aan ons allemaal, denk ik. Qua jouw vragen, dan gaan we met de klok mee. Dan mag Maatje mooi dan de hekkensluiter zijn. Ja. Ik zie hier de landkaart voor ons. En het laatste wat ik wil bijdragen is dat ik hier het mooie provincie Friesland zie liggen. En het Friese volk vind ik mooi volk. En vooral omdat in beleidskringen noemen ze dat de Friese paradox, Kees wel bekend. En dat is namelijk dat het de gelukkigste provincie van Nederland is, maar wel het minst breed hebben. Ja. En die Friese paradox, ik ben daar geen expert in, maar ik wil alleen de vraag neerleggen. Hoe zou je nou dat principe, de Friese paradox, met de trotse mensen die daar wonen, hoe zou je dat nou op je eigen werkomgeving kunnen toepassen? Mooi. Ja, mooi. Ja, jij zei ooit in een college, ik weet niet, ik heb een keer iets van jou gehoord, Kees. En zei jij, we zijn 300% rijker, maar geen steek gelukkiger. Ja. Dat is me zo bij blijven hangen. Ja. Ik heb dat ook gedeeld op LinkedIn overigens. Die post ging helemaal viral. Iedereen ging daar goed op. Ja. Die dachten precies wat jij nu ook dacht. Hoe kan dat? En tegelijkertijd weten we denk ik allemaal precies
hoe dat kan. Ja. Maar goed, daar kunnen mensen thuis over na gaan denken. Ja. Nou ja, dat is omdat we een welvaartsdefinitie van geluk hebben. He, dus kijk, wat jullie net beschreven, over trouwens wat ik beschreef, is welbevinden. He. Dit is, je hebt het over een vorm van geluk. Op het moment dat je zingeving ervaart, als je ervaart dat je werk verrijkt, verdiept, dan geeft dat een goed gevoel. Hè? Alleen dat is een heel ander goed gevoel dan het kopen van een paar nieuwe schoenen of het maken van een vliegreis in het weekend naar Barcelona, wat een soort van kortstondige fix geeft. Alleen we zijn zo gewend aan die enge definitie van geluk, de welvaartsdefinitie van geluk, is dat wij alles wat dat in de weg staat, associëren we met als een bedreiging. Maar ja, inderdaad, het is aantoonbaar dat Nederland sinds 1964 300% rijker is geworden, economie, 300% economische groei. En in diezelfde periode is ons welbevinden en welzijn niet toegenomen en zelfs afgenomen. Dus wel rijker, maar niet gelukkiger. Ja, en om dan nog even op jouw vraag terug te komen, Stefan. Ik denk dat we op twee manieren kunnen doen. Eén is, kijk niet alleen naar je eigen footprint, zoals dat zo mooi heet. Niet alleen je eigen CO2-afdruk halveren. Ja, doe dat alsjeblieft. Of misschien nog wel meer dan halveren. Maar kijk vooral ook van waar ben ik nou eigenlijk de hele dag mee bezig? We werken zoveel uren. Kan ik nou daar binnen of wat bedrijf waarin ik werk echt andere keuzes gaan maken? Of misschien ben je wel ondernemer. Kan je misschien een steward-owned bedrijf ervan maken in plaats van een lineair business model? Of hoe kan je nou ervoor zorgen dat je in je werk echt je handafdruk kan vergroten? Dus echt ook de wereld een beetje mooier kan maken in plaats van alleen maar je voetafdruk van de aarde af. Ken jij de climate shadow? Nee. Dit haakt daar volledig op in. Dat er drie niveaus zijn. Dat is heel mooi. Ik ga hem onthouden. Gaan we daarmee afsluiten. Kees, Maatje, Norbert, dank je wel. Volgens mij hebben jullie een hele mooie boodschap. Richt ik me nog even tot de kijker. Dank je wel voor het kijken. En hopelijk kunnen jullie wat met deze boodschap. En ik zou zeggen tot de volgende keer.